Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Na de heftige dooiaanval van gisteren hebben we vandaag te maken met veel rustiger weer. Het kan nog wel vroeg in de ochtend zeer glad zijn in Limburg, maar de wegen zijn inmiddels al boven het vriespunt, dus het doorproces is begonnen. Uiteindelijk wordt het zo 1 tot 3 graden vanochtend, is het overal droog, maar soms is er wel dichte mist. Vanmiddag lost de mist deels op, breekt wat vaker de zon door, maar de bewolking houdt de overhand. Het is verder droog en er staat weinig wind, 5 tot 7 graden. Vanavond koelt het geleidelijk weer af tot rond het vriespunt. Dan kan het opnieuw glad worden en ook de mist breidt zich verder over het land uit. Het verkeer kan vanavond en vannacht dus weer hinder ondervinden. Ook morgen tijdens de ochtendspits is er nog mist mogelijk. Daarna is het lange tijd bewolkt en droog, met in het westen soms een spatje. Tegen en in de avonduren gaat het vanuit het noordwesten regenen. Het wordt morgen 4 tot 6 graden. Dinsdag 6 à 7 graden, woensdag zelfs 9 graden. Maar donderdag gaat de temperatuur weer naar beneden. En vrijdag of zaterdag nemen we ook weer uh, sneeuwkansen waar. Dan kan het plaatselijk opnieuw wit gaan worden. Komende dagen geen winterweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.